Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voordat we deze video beginnen wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor het abonneren op mijn kanaal en voor het massaal bekijken van de eerste video. Ik had echt nooit verwacht dat we zoveel views zouden pakken, meer dan 50.000 op mijn eerste video en bovendien hebben we al meer dan 10.000 abonnees op mijn YouTube kanaal. Echt fantastische cijfers en we groeien hartstikke snel, hopelijk kunnen we zo doorgaan. En dan nu, dames en heren, de video. We gaan Weekend League Rewards openen en we gaan de Fish & Rifles Rewards openen. En ik heb een PR gehaald, jongens. Ik heb een persoonlijk record gehaald als het gaat om Fit Champions. Ik heb Elite 1 gehaald, 27 wins en 3 losses. En voor mijn gevoel zit er nog meer in. En dat gevoel wil ik ook zeker vasthouden, want ik wil echt heel graag een keer die top 100 wil ik halen. Maar als je bijvoorbeeld de losses erbij pakt die ik dit weekend heb gepakt, dat zijn er 3. Eentje krijg ik een goal tegen in de 119e minuut, waardoor we naar penalties gaan en die verlies ik. En de andere twee partijen sta ik allebei de ene 2-0 voor en de andere 2-1 voor. En die geef ik eentje in de verlenging uit handen en de andere geef ik binnen 90 minuten uit handen. Maar dat biedt gewoon perspectief, ik heb gewoon het gevoel dat er nog meer in zit. Dus wie weet. Maar voor nu ontzettend tevreden met Elite 1. En ja, jongens, afgelopen weekend was het genieten van de enige echte Lionel Messi. Hij heeft fantastisch gespeeld en daarom zit hij in het huidige team van de week. Dat kun je hier zien, het team van de week. En dit is natuurlijk de enige waar het om gaat. Lionel Messi, 97 rated. Wel als rechtsbuiten, wat moeilijker te linken is met andere spelers. Maar zo'n 97 Messi die moet in je ploeg. Dus daar gaan we zeker voor. Dat is eigenlijk de enige die dit weekend telt. Of deze rewards video telt, moet ik natuurlijk zeggen. Dus hopelijk kunnen we die pakken. We gaan de Fit Champions Rewards claimen, jongens. En zoals jullie kunnen zien, Elite 1 in de afgelopen Weekend League. En dat betekent 3 player picks en de keuze uit 5 Fit Champions spelers. 2 premium team van de week pakketten en ik heb er 1 bewaard van mijn vorige Elite score. Dus we hebben 3 team van de week pakketten, 9 verhandelbare team van de week spelers om Lionel Messi te pakken. En we hebben 200k packs. Plus 125k aan munten. Dat zijn geen misselijke prijzen, jongens. Dus daar zijn we erg tevreden mee. We gaan door naar de player picks. En laten we hopen dat hier de enige echte GOAT in zit. We gaan het doen. De eerste. Is het Lionel Messi? Dat is de vraag. Nog niet. Het is nu Itzo. Wel een snelle centrale verdediger, moet ik zeggen. Antonio is ook wel een leuke kaart. Maar gaat hem toch niet worden. We gaan gewoon voor de highest rated. En dan gaan we door. Iets zo. Hopelijk een opwarmertje. Dan gaan we, jongens, de tweede. Subasic, Jovic. Nou, mogen we niet ontevreden mee zijn. Denk ik Jovic na Messi wel de beste uit het huidige team van de week. Sancho ook een toffe kaart. Maar Jovic al 86 rated. Het begint bijna even hoog rated te zijn als zijn future star. Want die is 88. Hij heeft 5 star weak foot. Dus wel echt een goede kaart. Dus eventueel kan die nog op de bank. Dus die kiezen we. En dan de laatste. Laten we hopen, jongens, dat dit een Argentijn is. We gaan het doen. We gaan het zien. Laten we het hopen. Tarkovsky. Nee. Geen Messi in de player picks. Het is Tarkovsky, 85, Burnley centrale verdediger. Is de tweede in vorm. 84, 85, 86 uit de player picks. Het is geen Messi. Maar we mogen er denk ik niet ontevreden mee zijn. Dus die slaan we op. En dan gaan we door. Naar de pakketjes. Naar de pakketjes, jongens. Yes, daar zijn we bij de packs. Ik heb deze week helaas niet zoveel Division Rivals kunnen spelen. Dus het bleek een rang 3 te zijn geworden met 2 50k packs, untradable en 2 mega packs, untradable. Laten we die snel openen en dan, zoals jullie kunnen zien, 3 premium team van de week pakketten. Daar hopen we toch wel iets zieks uit te pakken. Eerst even de mega pakketten, jongens. Is geen walkout, helaas. Zijn het borden? Het zijn borden. Het is een Fransman, een linksmidden, Ribéry. Come on, Ribéry. 85 rated, untradable. Is prima voor SBC's, dus klagen we niet over. We slaan alles op. Deze jongens wisselen nog even om, zodat we ze kunnen quicksellen. En dan gaan we door. Tweede mega pakket, jongens. Hier verwachten we natuurlijk niet te veel van. Het is geen walkout zoals verwacht. Het zijn geen borden.
Het is een Spaanse CAM met Borja of Valero. Dat is geen topper natuurlijk. Maar dit slaan we gewoon allemaal op, alle contracten, alle conditie-items. Zodat we dat straks weer kunnen gaan gebruiken. Deze jongens wisselen we om. Die quicksellen we. Dan gaan we door. 250 capex, 200 capex. Wie weet dat we daar wel wat leuks uit kunnen krijgen. Dan gaan we. Eerste 50 capex. Is het een walkout? Nee, het is geen walkout. Helaas. Het is wel een bordenspeler. Het is Kagawa. Ja, Besiktas nu eens. Geen Dortmund meer. Kagawa. Die slaan we op. Deze jongens wisselen we om. En dan gaan we verder, jongens. Tweede 50k pack. Dan gaan we. En het is een walkout. Het is een walkout. Het is een normale walkout. Het is Pjanic van Juventus. Geen grandioze walkout. 86 rated. Maar goed, een walkout is een walkout. En die kunnen we straks gewoon weer gaan gebruiken. Ook nog 84 Jonas. Prima voor de SBC's. Daar zijn we absoluut niet ontevreden mee. Dan gaan we 200k pakketten, jongens. Daar zou wel wat leuks in kunnen zitten. Dus wie weet, daar gaan we. Eerste 100k pakket is geen walkout, helaas. Het is wel een bordenspeler, dat moet je ook wel kunnen verwachten. Een Braziliaanse spits, Gabriel Jesus. Ja, wat moeten we daar nou mee, jongens? Ik weet het eigenlijk niet. We gaan hem wel eventjes listen. De rest quick sellen we. En dan gaan we door. Tweede 100k pakket. Is dat dan wel een walkout? Dat is ook geen walkout, helaas. Dan moet het maar uit die premium team van de week pakketten gaan komen, jongens. Drie premium team van de week pakketten. We gaan ze gewoon openen. Ik heb veel YouTubers en FIFA-spelers horen zeggen. We bewaren onze team van de week pakketten. Omdat ze... Ja, het team van de week is natuurlijk niet zo heel goed. Alleen Messi is groot, is goed. De kans dat je die pakt is klein. Maar goed, we willen er gewoon voor gaan en ze moeten toch een keer geopend worden. En ik heb gewoon zo'n gevoel dat er vandaag wel iets ziek uit kan komen. Eerste premium team van de week pakket, dan gaan we. Is het een walkout? Dat is de eerste vraag. Het is een walkout, dan moeten we hopen jongens op een Argentijnse vlag en dan is het kassa. De Italiaanse vlag helaas, dat is weer niet iets zo. 84 rated. Misschien gaat hij nog voor een leuk prijsje de deur uit. Maar is niet slecht. Kleine 25k. Deze zullen niet zoveel waard zijn. Die gaan we ook gewoon verkopen. En dan gaan we door naar de laatste twee premium team van de week pakketten. Is dit weer een walkout of nu niet? Het is weer een walkout. Alsjeblieft, een Argentijnse vlag jongens. Dan maken jullie mee om de dag hier. Het is Spaans. Gavi Martinez? Nee, het is Deulofeu. Wel een leuke Premier League kaart, maar ik denk dat die niet heel veel waard is. Dat is het nadeel. Saha wel erbij. Dit is echt geen verkeerd pakketje. Dit is toch weer een slordige 30k. Saha is misschien wel 35k, dus dat is ook niet mis. Benrahma zal niet zoveel waard zijn. We hebben nog één pakketje, jongens. Gaat het gebeuren of gaat het niet gebeuren? Dat is de vraag. We gaan hem openen. We hebben al twee walkouts gehad. Kunnen we er nog één krijgen? We hebben er nog één. Jongens, is het de Argentijnse vlag? Gaat het dan zo een dag worden? Nee, het is die focus. Het is weer Saha dan. Ja, weer Saha. Toch wel weer 35k. Dus ja, al met al levert het toch wel wat geld op. Maar we hebben helaas geen Messi kunnen pakken. Top 3 premium team van de week pakketten. Mag je misschien iets... van verwachten, maar het is helaas niet helemaal geworden wat we hadden gehoopt. Maar met 125k van Elite 1, denk de pakketten die we hebben gekregen, maken we toch wel nog 100k winst. Als het niet nog meer is, dus komen we toch op 3,5 ton uit. En dan pak ik eventjes mijn team erbij voor jullie. Dit is mijn team momenteel. Zoals je misschien opvalt, is Kanté er even ingekomen. Die is er ingekomen. In plaats van Frenkie, omdat ik eigenlijk een wat meer verdedigende middenvelder wil op een middenveld naast Vieira. Dat is nu Kanté, maar dat kan nog een andere worden. Kanté koopt ongeveer voor 2,3
ton. Dus dan kom je uit op een zorgige 5 ton die ik nu heb. Als jullie tips hebben over welke upgrade ik als eerst moet doen, dan hoor ik het graag. En dan was dit hem voor vandaag, jongens. Helaas, we hebben niet Messi gepackt. Maar we hebben toch wel een redelijke pack opening gehad. Met mijn persoonlijke record. Elite 1. Ik ga mijn best doen om weer Elite 1 te halen. Misschien wel hoger. Misschien wordt het Elite 2. Maar we gaan weer keihard ons best doen dit weekend. Voor nu. Bedankt voor het kijken allemaal. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan even en klik op het belletje. Zodat je niks mist van deze of van mijn kanaal. En vind je dit nou een leuke video? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Adios.